Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij deze plechtigheid die in het kader van de Nationale Dodenherdenking wordt gehouden. U heeft zojuist geluisterd naar liederen gezongen door het christelijk mannenensemble Pekela. En dan volgt nu een optreden van Nicole Fijken, leerlingen van het Dollard College. Voor de toespraak: wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Voorgedragen door lokale burgemeester Henny Hemmes. Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Het is 70 jaar geleden, 70 jaar dat Nederland werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan. Oorlog en grootschalig geweld zijn aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dan rijzen de vragen: hoe kunnen we het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijven houden? En hoe verhoudt ons oorlogsverleden zich tot het heden? We krijgen steeds minder verhalen te horen over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn straks geen mensen meer die de oorlog zelf hebben meegemaakt, die de verhalen kunnen vertellen en overbrengen. En daarom is het juist belangrijk dat wij dit doen. Dat wij niet vergeten, blijven herdenken uit respect. En daarom is 4 mei zo belangrijk. Daarom is het zo goed dat wij hier dus allen op deze plek in Oude Pekela staan. Voor en na 1940 zag ons land vluchtelingen toestromen, die lang niet allemaal toegang kregen of met de nodige moeite. Eenmaal toegelaten kregen deze mensen niet vanzelfsprekend de veiligheid waarop ze hadden gehoopt en die ze hadden verwacht. Dat gold voor Joden, maar ook nu, na de oorlog, geldt het nog steeds voor groepen mensen. Op het eiland Lampedusa, de drempel van Europa, arriveren momenteel dagelijks vele vluchtelingen op zoek naar een beter leven. Daarbij sterven iedere dag vele mensen, opa's, oma's, vaders, moeders, zonen en dochters. Zien wij dit als onze zorg en verantwoordelijkheid? Of beschouwen we het meer als een effect van een keuze die mensen op de vlucht nu eenmaal zelf maken? Wat vinden wij van het op legale gronden uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers? Ook als ze in het land van herkomst niet welkom zijn. Ze lopen mogelijk zelfs het risico een slachtoffer te worden van vervolging. De geschiedenis herhaalt zich niet. Daarvoor is iedere gebeurtenis te uniek. Er zijn echter wel patronen waar te nemen. We zouden verbanden moeten proberen te leggen tussen unieke gebeurtenissen zoals de uitroeiing van de Joden, de Roma, Sinti door de nazi's en de actuele ontwikkelingen. We moeten de verschillen tussen vroeger en nu duidelijk benoemen, maar we mogen het vergelijken van situaties ook niet uit de weg gaan. We moeten concrete verhalen blijven vertellen om ze van generatie op generatie door te geven en ze in stand te houden. We mogen ons niet afsluiten van het verleden. Want wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. Blind voor de toekomst van onze kinderen. Twee leerlingen van het Dollard College zullen samen het gedicht
twee minuten voordragen. Graag uw aandacht voor Suzanne de Wit en Kimberly van Watten. Elk jaar hetzelfde. 4 mei. Twee minuten stilte. Ik denk even aan hoe vreselijk het moet zijn geweest. Maar het is ver weg. Er is niks meer aan te doen. Ik denk aan de mensen die moesten vluchten. Maar het is als een boek. Als ik het dichtklap, is het weer weg. Ik denk aan hoe lang het nog duurt. De klok tikt. De seconden lopen. Ik denk aan het huiswerk voor morgen. De seconden sluipen. De klok heeft alle tijd. Maar dan denk ik aan mijn gedicht. Mijn gedicht waarin ik iets zou zeggen over deze dag. En pas dit jaar, voor de eerste keer, en voor de eerste keer dit jaar, denk ik er echt over na. En ik besef dat het wel degelijk zin heeft meeleven met wat er is gebeurd. 2 minuten voor de slachtoffers die vielen. Hen een plekje geven door elk jaar terug te denken. Thank you.
Christelijke Muziekvereniging SDG, Scouting Pekela, het Christelijk Mannenensemble Pekela, de leerlingen van het Dollard College en de Jena Planschool Sint-Willibrordus worden bedankt door lokale burgemeester Henny Hemmes voor hun bijdrage aan deze plechtigheid. Hiermee is deze herdenkingsbijeenkomst beëindigd. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.